Zo, ik zit in Oosterhout en gelukkig laat ik met 400-500 kilometer per uur. En waar ben ik nog meer? Moet je kijken jongens, TBO Texel, er is een 100% elektrische taxi. Dat is natuurlijk de taxi die ik graag wil hebben. En mooie, chrome taxis. En kijk, alle Tesla mensen zitten gezellig in elkaar bij elkaar in de auto. En een hele mooie rode kleur. Wat een mooie rode kleur. Die heb ik zelf ook. Het was wel een probleem. Mijn eerste lader, die werkte niet. Dus ja, ik weet niet waarom. Ik moest naar een andere lader toe. Er is één lader, is er gewoon stuk. Even vragen, de taxi heren. Dag. Bent u de man van de taxi? Ik ben de man. Even een videootje. Van waar kan ik die taxi bestellen? Op Texel. Oh. Op Texel. Ja, ja. Oké, okay. Ja. Wat reken je per? Wat reken je meer dan een gewone taxi? Nee hoor, het is gewoon het vaste tarief wat wij hebben en dat is op elke auto hetzelfde. Ja, ja. En wat kost dat dan? We hebben er een Tesla bij. Eerste aanslag 260. Voor hoeveel kilometer? Dat is gewoon de eerste aanslag, zeg maar. Dan beginnen we met 260. Ja. En dan hebben we een kilometerprijs van 1,60. En dat is gewoon normaal voor alle taxis daar? Ja. En er komt er 30 cent per minuut bij, zeg maar. Ja, het maakt niet uit of het een Tesla voor de deur komt of een Renault Espace voor de deur komt. En wat is het effect als je met deze aankomt rijden? Dat mensen even staan te kijken en dat ze eerst eens even drie keer moeten knipperen of het een taxi wel is. Scoor je er een beetje mee? Ja, een beetje. En voor de chauffeurs, is het ruzie maken die je mag meenemen of rij je net zo liever in een Tesla als in een Renault Espace? Ja, iedereen wil er graag mee weg, maar het is waar je op ingepland wordt, daar ga je mee weg. Dus ja. Ja. Dat bepalen ze nou gelijk. Maak je nu gelijk op? Ja. Waar blijft dat dan? Die komt op mijn, ik heb een teslatransformation.nl. Kijk maar, teslatransformation.nl. Ja. Dat is mijn eigen Tesla, die staat daar te laden. Dus, en ik heb allemaal interviews met Ruud Lubbers en met allemaal politici en allemaal kolonel en zo, die allemaal in mijn auto rijden. Die interview ik allemaal. En ja, een Tesla, de eerste taxi-Tesla, vind ik natuurlijk helemaal geweldig. Ja, dat is ideaal. Het is schitterend ook. Ja, het is echt mooi. En kun je met de range in een dag taxi? Ja, nou, ik heb nu dus een rit gehad naar Oosterhout. Ik moet om 4 uur weer ophalen. Ja? Dus ja, ik had alle tijd natuurlijk om hier even aan de later te zetten. En dan ga je weer terug naar Texel. Straks weer terug, maar ik had vanmorgen nog een goede 160 kilometer over. Dus ja. Prima. Dus normaal is het echt helemaal geen probleem? Nee, het is geen probleem. Het is een probleem. Ja, en zijn er nu ook mensen die zijn er meerdere taxibedrijven in Texel? Er zijn meerdere taxibedrijven, ja. En heb je nu al een naam dat jij de enige taxibedrijf met een Tesla bent? Ja, het is opkijken voor ze af en toe even, maar... Hoe heet het gewoon die site? TeslaTransformation.nl. TeslaTransformation.nl. Nou, top! Als ik naar Texel ga, dan neem ik dat ding mee. Ideaal. Moet u maar eens kijken. Ja. Dus hier. Tesla, TBO, Texel, 100% elektrische taxi. Dat is nog eens een keer innovatie.